Hier krapten we de ruggen mee van de leienaren als ze weer een beetje te brutaal waren. Voor Leidens ontzet in 1574 was Leiden bezet door de Spanjaarden. Een bekende plek uit die tijd is natuurlijk de Lammenschans. Minder bekend, maar niet minder belangrijk, is de Poelschans. Pedro, wat is dit voor gebeurtenis hier? Nou ja, er fietsen hier dagelijks duizenden mensen voorbij zonder dat ze weten waar ze eigenlijk overheen fietsen. De Poelbrug. En in 1574 was dit de Poelschans, waar de leienaren en Spanjaarden eigenlijk continu vochten om het bezit van deze strategische plek. Een beetje net zoals de Lammenschans. Ja, de Lammenschans, dat is van later datum, zeg ik wel eens. Wij waren er eigenlijk eerst. En op deze manier hebben wij eigenlijk ervoor gezorgd dat toen via de Lammenschans Leiden bevrijd is, niet via de achterdeur de Spanjaarden alsnog Leiden zouden hebben ingenomen. Dus wij hebben die achterdeur als leienaren, ik ben nu Spanjaard even vandaag, hebben we heel goed bewaakt. En zo zijn ze hier ook hier op de vlucht geslagen. Dus zonder deze verdedigingswerken spraken wij nu Spaans. Daar kun je gevoeglijk wel van uitgaan. Hey, die Poelbrug is een beetje een onzichtbaar bruggetje. Het is, ja, je rijdt er gewoon overheen en je komt nauwelijks omhoog. Ja, het water wat er onderdoor loopt dateert al uit ongeveer 1000. Dus het is grappig dat niemand bijna door heeft dat hij over een brug rijdt. Maar vroeger was hij ook 1,5 meter hoger. Dus dat is ook wel grappig. Alleen ja, vanwege het verkeer is hij toen verbreed en verlaagd. En daarom is hij zoals hij nu is. Maar de Duitsers hebben hier ook gestaan. Hè? Die dachten, hey, dit is een hele belangrijke plek. Want vanuit hier, dachten zij, zou de invasie plaatsvinden om met tanks over de Wassenaarse weg zo via de Rijnsburgerweg Leiden in te gaan. En toen hebben ze ook dynamiet onder de brug geplaatst. Ze dachten, dat kunnen we dan mooi tot ontploffing brengen als het zover is. Maar ja, toen de Canadezen hier echt waren en die kwamen vanuit de stad, als verrassing deze kant op, waren de Duitsers al lang gevlucht. Dus die dynamietstaven zijn uiteindelijk niet ontploft? Nee, precies. We met z'n allen hier heel zorgvuldig zijn nog foto's van ook alle verdedigingswerken van de Duitsers in dit geval verwijderd. En nu kun je met een gerust hart onder de brug doorvaren en er overheen fietsen. Je hebt een bord onthuld? Ja. Dat is een bord wat eigenlijk dankzij de bewoners tot stand is gekomen. Dus die hebben met elkaar gezegd, ja, dit is eigenlijk zo'n leuke plek. Dat mogen andere mensen ook weten. Nou ja, iedereen kent de monumentenborden in Leiden en eigenlijk is buiten de singels is er ook heel veel te vertellen. En vandaar dat we niet alleen dit bord eigenlijk hebben onthuld, maar ook een website, rijnsburgerweg.nl. Daar staat bijvoorbeeld ook, dat weten mensen niet, een lied in over de Rijnsburgerweg. Nou, als er een lied is over je straat, dan tel je pas echt mee. Hè? Penny Lane, Waterloopplein, Wall Street en de Rijnsburgerweg. Dus kijk maar op rijnsburgerweg.nl en dan vind je ook het lied.